Na de fraude gaan we naar de misdrijven tegen de zeden, zoals de wetgever het uitdrukt. Opvallend is dat het aantal zedenmisdrijven de laatste jaren aanmerkelijk is gestegen, terwijl het aantal overige misdrijven juist is afgenomen. We zijn zo te zien een seksueel verwilderd volk. Zedenmisdrijven zien vooral op aanranding, verkrachting, ontucht en schennis van de eerbaarheid. De politie registreerde vorig jaar, 2018 dus, bijna 2400 aanrandingen en ongeveer 1900 verkrachtingen. Dat zijn dus ongeveer 5 verkrachtingen per dag. En of dit getal omlaag zal gaan als wij de Zweedse en Spaanse uitdrukkelijke toestemmingseis voor seks overnemen, valt zeer te betwijfelen. Al was het maar omdat er een hele range aan grijstinten is tussen gezellige seks en brute verkrachting, zoals professor Van Koppen, hoogleraar in de rechtspsychologie, eens zei. Daarnaast is volgens mij het voeren van een seksboekhouding knap lastig. Stelt u het zich eens voor, dames en heren. Net voordat het geweldige feest gaat beginnen, moet u nog gauw even op uw iPad of iPhone met akkoordverklaring van uw klaarliggende partner al vastleggen wat er op het seksmenu staat. Dat is een lustdodend karwei, daar gaat hij gewoon van hangen. De wetgever geeft geen definitie van het begrip ontucht, maar wel van verkrachting. Artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht luidt: hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren of geldboete van de vijfde categorie. Dat is 83.000 euro. Omwille van de tijd volsta ik met te vermelden dat sprake is van een enorme hoeveelheid aan rechtspraak over de vraag wat wel of niet dwang oplevert. De centrale vraag is steeds of er tegen de wil van de partner is gehandeld en of de man kon doorzien dat hij tegen de wil van zijn partner heeft gehandeld. En minstens net zoveel rechtspraak is er over de vraag wanneer er nu sprake is van seksueel binnendringen. Dat kan zowel met een lichaamsdeel als ook met een simpel voorwerp, dit pennetje, het geval zijn. Er zijn natuurlijk ook andere voorwerpen denkbaar. Laat uw fantasie maar gerust even de vrije loop gaan. Vele jaren lang meende rechters ook nog dat een ongewilde tongzoen een verkrachting kon opleveren. Maar na veel kritiek is de rechter daar enkele jaren geleden, in 2013 als ik het goed heb, daarop teruggekomen. Nu valt een ongewilde tongzoen onder strafbare ontucht. Het is maar dat u het weet. En vermoedelijk lopen er in ons land heel wat strafbare zoenontuchtplegers rond. Vooral in het weekend, wanneer half Nederland zich weer eens lam gezopen heeft en een tongzoen tot het standaard versierrepertoire schijnt te behoren.